Enkeltje onderlichaam staat er ook, hoor. Nou, ik kan even een bovenlichaam hebben. Nou ja, dan moet je wel even mijn volgende gedag zeggen. En wie ben je? Ik ben Edith. Edith? Ja. En wij kennen elkaar al heel lang. Heel lang. Ja. Heel lang. Ja. Nou, dan weet ik dat jij erop wil dat je er geen probleem mee hebt. Nee hoor, ik heb er geen probleem mee. Goed zo. Ja, dat lukt. Nou, dankjewel. Ja, dankjewel. Nou, dat was onze lieftallig Edith. En we kennen elkaar dus inderdaad al heel erg lang. Vanaf het prille begin dat deze winkel gebouwd was, geloof ik. Ja. Daar is onze enige echte Marianne. Met Sylvester. Ja, die zit hier. Hé? Sylvester. Ja, dat is het. Hi, kerel. Hi, kereltje. Die wilt eten, hè? Die wilt visje. Ja, die moet even wachten. Hoe gaat ie? Ja, wat zal ik zeggen? Tussen hangen en wurgen is, hè? Mijn moeder zeggen. Gewoon. Daarom. Komt allemaal wel goed, hoor. Nee, ik heb eten in huis. Eten staat er bijna klaar. Dus, lekker toch? Ja. The best things in life are free. Zo, lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En ja, het is vandaag alweer Wat is het vandaag? Donderdag, ja. En we leven op de 23ste van de derde 2023. En het is 1:03. Ja, ook dat nog. Ook staat er nog een kopje op de tafel. Die kant op, die blauwe. Ja, die blauwe. Want ik heb de jaarlijkse monteur voor de cv, scharnieren van de deuren, noem maar op, heb ik in huis. En die weet de weg en die is kind in huis jaarlijks. Ja. Hij heeft zelfs mijn man ook gekend, dus ja, wat dat er gaat. Hij is gewoon een trouwe man. Nou ja, komt jaarlijks één keer bij me op bezoek. Nou, hartstikke leuk. En dan krijgt hij van mij een bak koffie. Ja. En ik heb de meisjes dus al even uitgelaten. Ik had nou een kortere blok. Ik weet niet of jullie het zien, maar ik voel... Vlak voordat ik wegging met de meiden, dan kreeg ik... Ik had een snoepje in mijn mond. Ik had tijd, hè. En toen kreeg ik... Iets in mijn keel, verkeerde lucht of zo. En toen kreeg ik me toch een hoestbui. Nou, ik dacht dat ik erin bleef. Tranen over mijn wangen enzovoort. En daardoor heb ik knallende koppijn gekregen. Want ik bleef me hoesten en naar lucht snakken. Nou, je wilt niet weten hoe benauwd ik het op dat moment had. Maar ja, het is gelukkig wel weer over. Enkel, ja, ik heb er nou hoofdpijn door. En ik heb me ook verkeerd verstapt of zo, want ik heb ook pijn in mijn rug. Maar ach, maak de pret allemaal niet, boeien. Nee, we gaan er gewoon door. Maar het is prachtig mooi weer. Alleenig. Je moet je zo wat vasthouden aan je rollator, want anders val je om door de wind. Ja, er waait zo wat om. Het waait echt best hard. Maar in ieder geval... Ik ga andere dingen doen. Ik weet niet wat. Ik had eigenlijk vanmiddag ook nog even weggewild. Even weer naar 95. Even daar een short maken. Maar of ik eraan toe kom is vraag 2. Want ik ben ook heel, heel erg moe. En ik wou dat dat overging. Ja. Maar in ieder geval. Verder is buiten wel lekker. Toegeven. Echt. Nou, de meisjes die zijn verder wel lief. Die ligt in de mand. Hé? Rijke in de mand. Elwing ligt hier. Is ook lief. Hé? Ja, nou.
Wat doet die meneer toch helemaal hier? Ja, echt waar. Maar in ieder geval, ja, wat moet ik zeggen? Er valt niet zoveel te zeggen vandaag, nee. Maar maakt ook niet uit. Ik ga gewoon mijn gangetje. Ik moet er sowieso ook een vlog in elkaar zetten. Maar ik probeer dus eventjes daar naartoe te gaan om sowieso een short te maken. En die komt dan ook gelijk online als ik weer thuis ben. En dan is dat een extra short. Vind ik ook wel even leuk tussendoor. En ik moet ook nog het een en ander opzoeken op mijn computer. En er zit ook tijd in. Maar dat moet ik wel doen. Anders gebeurt dat nooit niet een keer. Dus ik heb wel het een en ander te doen. Wat jullie niks aangaat. Ja. Dus ja, dat moet toch gedaan worden. Weet je, dus ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van het prachtige mooie weer. Ga de natuur in of weet ik veel wat in. Geniet ervan. Ik geniet er ook van. Op mijn manier. En ja, piep. Dat moet weer even ook overgaan. Kijk er gewoon scheel van. En dan komt alles wel weer goed. Ja. Hé, Elwin? Of niet dan? Ja, hé. Hé. Blijf gewoon leggen. Ja? Wat is je dan? Kom dan. Kom dan. Kom dan. Kom dan. 1, 2. Kom dan. 1, 2. Goed zo. Oh. Zitten. Daar. Ho. Hé. Ben lief. Jij. Hoort zijn we lief. Dan gaan we pootjes bijten. Niet nodig hoor. Ja, ik weet wel wat jullie willen. Ik weet wel wat jullie willen. Zit er nog wat in? Zit daar nog wat in? De bus. Ja, het zal niet zo wezen, hè? De bus moet je die kant op. Kom dan, want dan moet ik naar daar. Ja, ik moet hier wezen. De bus, hè? De bus, hè? Ja, er zit nog wat in. Die voor Rijka. En deze voor Elwin. En er zitten nog twee hele kleine stukjes in. En een zakje met om het goed te houden. Weet ik van wat voor troep. Zo. Nou, dan is die weer leeg. Vandaag een nieuwe in. Zo doen we dat. Zo lossen we dat op. En ja, ik zal die man zo meteen even roepen, want de koffie is in principe klaar. Dus ja, dan weet hij dat ook maar weer. Ja, toch? Ik heb nog een klein stukje voor jou. En voor jou een groter stukje. Dus ja, dat dus. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. En geniet een beetje met ons mee. Zo, lieve vrienden. Ja, ik ga me weer klaarmaken om de hort op te gaan met dat rodding. Ja. Maar dat ik van de week ook al weg ben geweest. Vorige week weet ik veel. Vorige week of deze week. In de winkel, en ik meende zomaar, heb ik nog een munt gekregen. Ja, hoe laat ik dat zien? 5 euro. 5 cent. Maar niet een euro, nee. Of van de gulden tijd. Ja, met Juliaantje erop. Ja. Maar op het moment dat het de koningin was. Maar nee, ze was geen koningin. Het was eigenlijk in principe een boerendochter. Ja, van een boerengezin. Ze was geboren gelijk met de echte Juliana, die echt Juliana had moeten heten. Maar dat was toen, zoals we destijds zeiden, een Mongooltje. Nu wordt dat niet meer gezegd. Heb ik ook een hekel aan, want ik uitschelde. De syndroom van Down. Ja.
Maar ga je nu naar die kinderen van Willem en Maxima kijken? Ik denk dat het de middelste is. Zoom eens even op haar gezicht in. Dan zie je dat ook weer terugkomen bij haar. Ja. Maar ik vond dit trouwens wel komisch. Dat ik... Ja, weet ik veel. Ik wist het niet hoor, dat het 5 cent was. Weet gewoon een euro, 5 eurocent. En van de week met dat ik bij de Big Bazaar was, kwamen we hem tegen. Ja, nou, die heb ik maar uit mijn portemonnee gehaald, want hij is niks meer waard. Ja, nou ja, wie weet, hè, bij zo'n muntenwinkel die het opkoopt. Maar ik denk dat je er nog niks krijgt ook. Nee, niet voor 5 cent. Maar in ieder geval, lieve vrienden, wij gaan er even vandoor. Ik heb mijn mobiel al in mijn tas, die staat klaar. Ik heb de boodschappentas staat klaar. Ik moet even wat frisdrank erbij halen. Want ik heb nog maar 2 flessen en eventjes inleveren doe ik nog niet. Maar ik wil even wel wat in huis hebben voordat het slechte weer gaat komen. Want het zou dus met het weekend of na het weekend slecht weer gaan krijgen. Ja. Regen, hagel, natte sneeuw, echt winterse buien, ja. Maart, roert ze staart en aprilletjes geeft ook nog een witte hoed. Ken je hem? Ja. Dus ja, dat gaan we eventjes doen. Ik heb weliswaar geen zin, maar wat moet, moet. Ja. Dus ik zou zeggen, hou gewoon vol goede moed en geniet verder van je dag. Doe het met de lach, probeer ik ook te doen. Mobiel die gaat mee, dus ja, neem jullie gewoon sowieso mee. Maar of ik wat zie, dat weet ik niet. En of ik ga vloggen in de winkel, weet ik ook niet. Maar nu, ik heb het koud. Ja. Maar ja, ik ga ook de kou in. Dus maak die uit, handschoenen aan en het komt allemaal wel goed. Ze zeggen, geniet ze en geniet gewoon weer een beetje met ons mee. Ze zeggen tot later. En we zijn wederom weer bij Big Bazaar lekker binnen. En het is hier lekker warm, ja, ideaal, heerlijk is dat, ja, echt waar. En ja, ik zocht eigenlijk wat, maar ik weet niet meer wat. Oh ja, ik moet even nog een geurtje erbij, dat was het. Ja, maar ja, je rijdt er zo op. Allemaal mannengeurtjes, ik moet hier wezen. Kan ik daar lang? Nou, dat gaat op mijn net. Zo, dan moet ik even draaien. Lijkt me een beter strak plan. Hier moet ik wezen. Hier moet ik zijn. Een geschenkset. Story of Liliac. Dat zal. Dat is aftershave, dat is sowieso niks. Die is 3,19, kanonne. Ruikt die lekker? Ja, niet gek. En ik ben mijn tas vergeten te pakken uit het mandje. Oh, dat nog eens. Wat een goed manier is. Ja, ook dat nog. Ja, en dan laat ik hem nog vallen ook. Ook dat nog. Dan ligt hij op de grond. Ja, hebben ze het. Dan moet ik hem open zien te krijgen met 1 hand. Kennen jullie dat? Ja. Die zijn goedkoper. Ik wil toch deze even proberen. Sorry van Gehannes. Hoort er allemaal bij. Vooral als je het met 1 hand doet. Ja, echt waar. En die ga ik ook proberen. Ik heb die. Maar ik wil deze ook proberen. Het glimt allemaal. Ja. Gaan we gewoon ook. Beren. Ook die ligt erin. Zo. En wat dat is, dat weet ik niet.
Nee, ik had niet weten. Nam ik weer achteruit. Toek. En dan zit mijn grote vriendin, die zit op de grond. Ja. Ja, je mag je kont ook wel eventjes innemen. Zeg nou gewoon dat ik een hele dikke kont heb? Nee hoor, schat. Nee, maar anders... Kijk, je weet dit, hè. En ik ben ook aan het vloggen. Je hebt me dit toch niet opgezet? Nee hoor, schat. Je hebt een mesje of zoiets. Een mesje? Ja. Denk er maar voor de achterwiel. Ja. Dat zeg ik. Ja, oké. Okay. Oké, schat. Haha. Ja. 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 Ik moet eventjes kijken boven naar die stofzuigerszakken. Wat? Oh, ik vergeet altijd het merk. Kun je nagaan. Nee, ik heb geen Bosch. Ik heb sowieso een Philips. En ik dacht dat die boven stond Miele was. Maar dat weet ik niet eens. Ik moet kijken. Ik moet... Juist, dat moet ik. Kun ik hier ook halen. Ja, toch? Hier ook halen. Nee, die zijn te groot. Die zijn te groot. Ik moet gewoon het gewone formaat hebben. Oh, die staan daar. Dat is even te zien. Ik moet weten hoeveel branduren het heeft. Deze. Deze heeft. En er zitten er 40 in. En daar zitten er 60 in. En dit is 4 uurtjes. Maar ja, de dagen worden langer. Dus ik kan ze later aandoen. Ja. Af en anders. Ja, nou ja, ik neem gewoon deze mee. En dat wil weer niet. Ja, mooi. Ah, zo. Nou, dan gaan we verder. Ja. Dat is voor binnen meer, want het heeft houten pootjes. En hou dat rot buiten weg. En dat moet je niet willen. Oh ja, kijk. Daarvoor kwam ik ook hier. Ik moet een kussen voor op mijn stoel hebben. En nou eens een keer zonder knopen. Dat is wel mooi trouwens. Want die kussen die heb ik van mijn stoel in de hondenmand gegooid. En dat was met 4 van die puntjes erin. Dus dat gaat kapot. En net zoals, ga daar even. Net zoals deze, kijk, zoiets. Enkel dat spul ging kapot. Ja, je ziet er ook op, hè. Hebben we nog goedkopere dan dat? Want ik vind dat nog wel duur. En dat is smal. Ik moet geen smalle hebben, ik moet vierkanten hebben. Kijk, die zijn ook leuk. En die zijn ook leuk. Deze is het goedkoopst. Deze is het goedkoopst. En de papegaai. Nee, niet de papegaai. Weet ik veel hoe dat beest heet. Nou, dan nemen we deze. Sorry, lieverd. Ik ben ook aan het vloggen. Want je weet wat dat is. Ja? Dus ja, dat dus. Dus die gaat gewoon mee. Ja,
gaat gewoon mee. Nou, ik ga toch echt niet in een legging lopen en een trui dat ik er zo uitzie. Nee, doe dan nog maar een rok eroverheen. Zomertaars. Ja. Serieus? Nee. Ja. Nou, daar hebben we de tuinspullen benodigdheden. Zoals we weten. Ik zoek nog eens een hele hoge bloempot. Nog hoger dan dat. Ja. Zodat niet de meiden er in kunnen piezen. Nee. Dat wil ik niet hebben. Nee. Ja. Even speciaal voor jou, Cor. En Kokkie. Ja. Zie toch even een gangpad. En dan moet ik weer even naar beneden, want ik weet niet wat... Ja, dat dacht ik al wel. Ik hoorde al stemmen. Dus dan gaat hij naar beneden. Jongens. James. Ja. Nou, dat hebben we. Hoef ik nou niet te hebben. Ja, dat doe ik helemaal speciaal voor jou. Wauw. Dit is voor hondjes. Maar dat hoeven bij een hondjes niet. Vogeltjes voor buiten. En dan gaan we weer rechtsaf. Mama wilde door, geloof ik. Dus ik moet eventjes aan de kant. Past het allemaal precies? Ja. Ja, ik ben een vlogster. Oh! Wat is dat? Kom hier, ik wil weten wat dat... Nou, moet je er niet weer in gaan? Als ik zeg, ik wil weten wat het is. Nou, Joost mag het weten. Letter, dubbele. Ja, het zal. Onderzettertjes of zo. Nou, die heb ik. Heb ik niet nodig. Weg ermee. Weg ermee. Nou ja, kwast om te schilderen. Dus als we schilderen moeten, dan kunnen we hier ook naartoe. Het hoeft niet specifiek altijd maar naar een hele dure winkel. Nee, Big Bazaar die heeft het ook allemaal. Dus ik hoef niet naar Praxis of naar de Gamma. Nee. Dat is niet nodig. Rijd nou jezelf? Nee, oh. Tegen mijn volgers. Oh. Maak gewoon reclame voor jullie. Oh, nee, maar dat is heel goed. Ja. Dat is wel goed. Ik denk, ben je nee, ik ben aan het vloggen. Nou ja, handdoeken hebben ze ook. En theedoeken. Schorten. Weet ik veel. Haakjes voor je handdoeken en theedoeken. Hebben ze ook. Nou ja, ze is daar bezig met Silan en Leonor. Weet ik veel wat. Enkeltje onderlichaam staat erop hoor. Nou, ik kan even bovenlichaam hebben. Nou ja, dan moet je wel even mijn volgers het gedag zeggen. En wie ben je? Ik ben Edith. Edith? Ja. En wij kennen elkaar al? Heel lang. Heel lang. Ja. Heel lang. Ja. Dus, nou ja, dan ja. Weet ik dat jij erop wil dat
zit er geen probleem mee. Nee hoor, ik heb er geen problemen mee. Oh, goed zo. Ja, dat lukt, schat. Nou, dankjewel. Ja, dankjewel. Nou, dat was ons lieftallig Edith. En we kennen elkaar dus inderdaad al heel erg lang. Vanaf het prille begin dat deze winkel verbouwd was, geloof ik. Ja. Het zat eerst daar. Eerst was daar de ingang. Daar ook, over die stelling heen, daar in het midden. Maar dat is nou dicht. En dan hebben we aan de andere kant de ingang. Ja. Kijk, en bekertjes, en kopjes, en vlaarschaaltjes, soepschaaltjes, bestek, pannen. Ja, alles. Maar ja, ik word alleen nog helaas niet gesponsord. Nee, helaas niet. Lukt het? Zo. Nou ja, dan gaan we hier weer door. Langs. En dan gaan we zo weer naar de kassa. Ja. En kijk. Kijk, ik kan het beter hier kopen. Zien jullie dat? Oh, de zomer is zo duur. Dan neem ik gelijk hier een extra zak mee. Ja, en dat ik moet zeggen, ik kan nou niet bij mijn tas. Er zit een kussen voor. Ik neem gelijk een zak extra mee. Zo. Ja, dan gaan we die kant weer verder op. Jeetje, het is toch bizar, hè? Dat het zoveel scheelt. Ja, die andere was twee nog wat. Echt heel erg duur. Hi, schat. Hallo. Je collega is erop gekomen hoor, Edith. Oh, oké. Okay. Die wou er wel op, vond ze helemaal niet erg. Dat is goed. En jij? Ja, ik ben ook niet erg. Wie ben jij dan? Hallo. Ik ben Sayen Kortieris. Oké, lieverd. Nou, dat is al één, maar ik heb nog veel meer, dus ik doe hem even uit. Dus lieve vrienden, geniet van alles en geniet met ons mee. Ja, jullie zien al dat ik niet thuis zit. Jullie zien een andere omgeving. Ja, maar die omgeving kennen jullie al. Ja, en waar zitten we? Ja. Eventjes omdraaien. Moet hij wel willen. Nee, ik doe het verkeerd. Daar is onze enige echte Marianne. Met Sylvester. Ja, die zit hier. Hé? Sylvester. Ja, dat heeft eventjes Hi, kerel. Geknuffeld worden. Hi, kereltje. Die wilt eten, hè? Die wilt visje. Ja. Ja, moet hij nog even wachten. Hoe gaat ie? Ja, wat zal ik zeggen? Tussen hangen en wurgen is, hè, mijn moeder zeggen. We gaan gewoon door. Daarom. Ja. Komt allemaal wel goed, toch? Nee, ik heb eten in huis. Het eten staat er bijna klaar. Dus, lekker, toch? Ja. Sylvester. Hi, kerel. Hi, kerel. Nou, gaan we even kijken bij Corina. Doe maar. Nou, wat is er? Ik denk, nou, misschien heeft ze haar wel eten voor mij. Ja, maar ik heb geen eten voor je, nee. Okay. Niet bij me. Nee. Hé, zo lekker even kroelen, hè. Jochus, je lijkt kandalfie wel. Hey. Ja. Maar oké, jullie zien het. Ik zit dus lekker bij Marianne en bij Sylvester. Lekker een bakje koffie. Nee, er zit geen melk in. Nee, er zit geen suiker in, want dat lust ik allemaal niet. Oh, wou ik zeggen, jij hebt toch gewoon zwart? Ja, ik drink zwart, schat. En dus. Maar in ieder geval, dan gaan we lekker opdrinken. En daarna moet ik weer weg, want ook Marianne moet weg. Ja, maar even een bakje tussendoor. En dan naar de Vomar en dan weer naar huis. Dus ik zie jullie. In de Vomar. Ja, en jullie zien het. Ik ben weer bij de Vomar. Ja, waar zou ik anders moeten zijn? Ja. Helemaal goed.
helemaal perfectio. Ja. Nou ja, waar kom ik hier onder andere voor? Drinken. Dus, hier maar even naartoe. Drinken, 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 drinken. Hoi schat. Ja. Eerst probeer ik hem. Neem even gelijk twee flessen mee. En die even uit. Dat is één. En dat is weer twee. Ja. En dan moet ik daar naartoe. Dan moet hij weer aan. Dan moet hij naar beneden. En dan moet ik naar de rechterkant van het pad. Voilà, hier wees je. Ja, jullie weten het, hè? Dan moet ik die weer uit. Eén. En één. Dat maakt samen weer twee. En, oh nee, samen vier. Grote toestand, iedere keer. Oh, mijn leuning. Of dat wel mijn leuningen naar beneden. Ja, doe maar weer. Dom ding. Zien jullie het? Gelijk drie streepjes weg. Ja? Het is bizar. Echt bizar. Ja, het is echt bizar. Ik weet niet eens niet meer of het... Ja, ik heb nog wel een zak. Oh ja, in de magnetron ligt er nog een. Ja, dus dat hoef ik nog niet. Snoepjes heb ik. Ja. Dan gaan we hier wel even in. Ja. Vogeltjes voer. Poesjes voer. Ja, en ik moet eigenlijk nog even eentje extra mee. Vis, hebben we vis? Ja, met zalm. Voilà. Nou, huppata. Zo. Koffie. Dit is Molken van de Kou. Ik moet een koffie hebben. Dat is thee, heb ik. Dan zeg ik, ik moet koffie hebben. Nee, geen chocolademelk. Dat wist ik niet. Je bent er bij de koffie nu, toch? Ja. Waarom zie ik dan niet de koffie die ik nodig heb? Of word ik gek? Of is dit wat anders? Ben ik nou zo gek? Ben ik nou zo gek, lieve vrienden? Ik sta hier naast de chef. Hoi. Hi. 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 Help mij even. Koffie, die goedkope potten. Met die rode deksel. We zijn er van uitgegaan. Chips, alweer? Die hoort hier te staan. Ik heb hem nu niet. Ah, nu heb ik net de laatste. Dat was de goedkoopste. Ik had eerst altijd de Express of zoiets, weet ik veel. Die was er toen al uitgegaan. Nee, hij hoort er wel te zijn, maar hij is niet binnengekomen. Oh.
Weet je wanneer die wel binnenkomt, lieverd? Deze staat er ook niet in. Dat durf ik niet zeggen. Hangt van de leverancier af. Nou hoor. Dat lijkt wel met de booster zo. Ik zit nog steeds op de roddek erheen. Ja, vind je dit normaal? Nee. Nee, hè? Nee, is een beetje los, hè? Ja, en die stoel die lijkt wel van beton. Kan er niks mee. Het is allemaal Dat gaat ook zomaar leeg. Kan ik het hier maar in het centrum blijven? Maar ik zie je weer, joh. Goed. Doei, man. Zelfde. Ja. Krijgen we zomaar de chef in de vlog? Ja. Nou ja, chef. Hij heeft het daarvoor te zeggen. Hoi. Hoi. Wat zullen we gaan doen? Eens eventjes. Maar allemaal hetzelfde dan gisteren. Toch vind ik die knuffeltjes wel leuk voor kleine kindertjes. Het is ook geen kleine kindertjes ken. Ja, is toch wel leuk. Toch? Mijn koffie is zo niet leuk. Nou, is helemaal niet leuk. Ik weet niet, ik heb zin in wat lekkers, maar wat? En ik ben niet zo'n zoete kou, maar momenteel ik heb gewoon zin in wat zoetigs. Raar, hè? De enige zoetigheid wat ik normaal eet is een Bounty. Nee, helemaal geen zin in. Geen zin in. Nee. Zo dan. Die mokkagebak is omgevallen. Ook zonde. Weet je wat ook wel eens lekker is? Broodjes. Ik denk dat die is. Ja, dat is heel wat anders. Zo. Nou. Voilà, dan ben ik weer klaar. Hoi schat. Hoi. Ja. Daar zie ik hem. Geloof ik, dacht ik. Moet achteruit. Ik geloof dat ik wat zie. Ho maar. Niet daar, maar daar. De grote. Zo. Dan gaan ze twee op de bank leggen. Ja? Dat komt voor elkaar. Mooi. Nou, dan ben ik helemaal klaar. Ik ben blij. Zo. Kan die erbij op de bank? Achteruit een stukje. Die sturen. Zo. En kijk. Ja, nog steeds. Ja, jeetje. Nou ja, we komen wel thuis hoor. Echt wel. We komen wel thuis. Weet je wie ik er net in de vlog had, Ellie? Weet je wie ik er net in de vlog had? Nee. Je chef. Chef? Ja, die met dat wit over in piano, oh, chef. Ja? Die hak in de vlog. Oh, die had je? Oh, leuk. Ik ben aan het filmen, hè? Oh, ja, leuk. Dat is vloggen, weet je wel. Oh, nou, leuk. Voor op YouTube. Nou, is dat leuk.
Nou ja, als jij het leuk vindt. Ik vind het wel leuk. Wil je er ook in? Ja, is goed. Nou, hoe heet je? Wacht even, ik moet even mijn haar. Dus, hoe heet je? Zeg het eens. Ellie. Ellie, hoe is het met je schat? Goed hoor. Mooi, daar ben ik blij om. En wij kennen elkaar ook al jaren en eeuwen. Ja, hè? Inderdaad. Ja, daarom. Ja, en heel leuk. En heel leuk, gezellig. Daarom. En dat wil ik zo houden ook. Niet altijd die kleur aangaan. Dat klopt. Nou, nee. Ik heb ook paars haar gehad. Ja. Ja, alle. En het staat ook altijd geweldig. Ja, daarom. Nou, werk ze, lieve schat. Ik ga de kast opzoeken, want anders zit ik straks zonder appjes. Nou, lieve, ik zie je. Ja, dankjewel. Doei, schat. En dat was onze Ellie. Ja, hartstikke leuk. Lief en aardig. Nou, ik moet even bij de kassa zien te komen. Jo. En dat is hier ook. Nou, zet ik jullie weer even uit. En dan gaan we verder. Dus ik zeg al, tot straks als we thuis zijn. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ik ben thuisgekomen met de boodschappen. Ik heb met jas en al naar het kleine kamertje geweest. En ik heb gelijk de meisjes uitgelaten. Ja. Nou, moet ik eerst het anders weer doen. Want ik moet de kachel nog aan doen. Die is de hele dag al uit. En ik vind het nou toch wel langzamerhand wel weer koud worden. Dus doe ik even via de telefoon. Dat kan allemaal tegenwoordig. Doe maar. Ja, goed zo. Nou, het is toch 19,5 graden nog. Maar voor de avond vind ik dat toch wel te koud. Ja, en met het zonnetje erin is het lekker. Dus dan gaan we hem even weer opvoeren. Zo. En nu is die weer aan. Mag ik hopen? Ja, helemaal top. En uiteraard heb ik de boodschappen ook in huis. Maar dat moet ik nog uitpakken. En we gaan een bakje koffie maken. Zometeen de televisie weer aan. En een vlog in elkaar zetten. Ja. Dus dat gaan we allemaal doen. En ik heb daar die broodjes staan. Lekker, lekker, lekker. En ja, deze nieuwe kussen. Dat is een kakatoe of zoiets dergelijks. Ja, prijsje, kaartje hangt er nog aan. Dus ja, dat gaan we doen. En de kleed van de meiden ligt er nog in. Dus het komt helemaal goed. En ik ga er even lekker twee handen voor gebruiken. Gaat het allemaal wat sneller. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, smakelijk eten als jullie ook nog eten moeten. Ik in ieder geval dus nog wel. Nou, dat wordt in ieder geval zo'n lekkere puddingbroodje. Ja, waarom niet? En een beker kuppel soep erbij. Lekker. Bakje koffie en een chappie. Nou, dan kom ik mijn avond wel weer door. Hé? Ja, nou. En nou? Waar of niet waar? Jij? Ja. Komt helemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van je eten als je nog eten moet. En geniet van je avond. En ik zou zeggen, tot later. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En dat wil dus zeggen dat wij naar bedje toe gaan. Dus ik zeg, welterusten, lieve vrienden. En ja, graag zie ik jullie aan de andere kant van de nacht weer terug. Dus ik zeg, heel vlug, graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan!
things in life are free.